En de Bemiddelingsraad voor Geheel Suriname, BR, heeft vandaag haar jaarverslag 2015 aangeboden aan het ministerie van Arbeid. Minister Suharto Moustaja ontving het verslag uit handen van BR-voorzitter Wati Deets. De Bemiddelingsraad heeft in 2015 in 16 arbeidsgeschillen bemiddeld tussen werkgevers en vakbonden. In 2 afzonderlijke gevallen heeft de Bemiddelingsraad hulp en bijstand verleend aan vakbonden. In het ene geval moest de Bemiddelingsraad toezicht houden op de bestuursverkiezingen en in het andere geval heeft de raad een referendum gehouden onder de leden. De Bemiddelingsraad heeft alle arbeidsgeschillen die in 2015 in behandeling waren met succes afgerond. De oorzaak van haast alle arbeidsgeschillen was dat partijen het niet met elkaar eens konden worden over de hoogte van lonen bij onderhandelingen in verband met collectieve arbeidsovereenkomsten. In 3 afzonderlijke gevallen was de oorzaak van het arbeidsgeschil ontevredenheid van de vakbond over afvloeiingsregelingen. Van de behandelde 16 arbeidsgeschillen betrof 1 geval een parastataal bedrijf. De overige bedrijven opereren in de private sector. Eigenlijk bemiddelt de BR niet in geschillen binnen de publieke sector, maar de verantwoordelijkheid voor arbeidsrust reikt zover dat de Raad zijn grenzen verzet. Voor 2016 heeft de Raad al in 2 van de tot nu toe 4 aangemelde gevallen met succes bemiddeld. 2 gevallen zijn nog in behandeling. Bij deze gelegenheid noemde Moustaja arbeidsrust als voorwaarde voor economische ontwikkeling van ons land. Hij wees daarom op het belang van vreedzame bijlegging van arbeidsgeschillen. Tegen de achtergrond van de huidige economische situatie sluit hij niet uit dat arbeidsverhoudingen mogelijk onder druk komen te staan. Maar hij verwacht dat partijen zich onuitputtelijk zullen inzetten om bestaande arbeidsverhoudingen in stand te houden. Bij de overhandiging van het jaarverslag heeft de Raad aandacht gevraagd voor de rechtspositie van de leden, met name de betaling van de onkostenvergoeding. De kwestie met betrekking tot de rechtspositie van de leden is thans op het bord van de regering en de verwachting is dat er op korte termijn een oplossing zal worden gevonden.